bieden. Nee, merci, merci. Dan aan niet. Ik heb iets mee voor u. Merci voor de piet en bijke jullie krijgen. En zonder ons is er meer gezond. Telly, het is wel leuk om hier bij jou naar de hangar te komen, want we mogen onze recuperatieflessen en PMD meebrengen, hè? Ja, inderdaad, Senja. Ja, we mogen alles mee doneren aan de Hallemetticus. Zeker PMD, flesjes met een dopje, want wij gaan er iets speciaals mee doen. Wij gaan onze char, onze decor ermee vullen om een heel volle char te krijgen. En zeker met ons thema, recycleren, sorteren, alle schijven. Mogen dat flessen zijn van alle groottes en omvangen? Ja, wel, vanaf flesjes vanaf 1 liter mag. Dus, en dan tot bidons van 5 liter hier mag allemaal. Ja. En waar mogen de mensen dat komen droppen of komen afzetten? Ja, wel, ik had eigenlijk gezegd aan de mensen, ja, zou ik dat wel komen doen bij Jalen thuis. Maar ze mogen dat altijd in een hangar komen afzetten of bij mij thuis. Maar dan moeten ze gewoon even op Facebook met een keer chatten en dan geef ik mijn adres door. Telly, dus jullie thema is eigenlijk recyclage? Ja, recycleren, sorteren, alle schijven. Dat was eerder een thema dat we nog niet vaak gezien hebben in alle. Hè, zo herbruikbare zaken. Dus we zien dat terug in de char, we zien dat terug in het kostuum. Het sluit ook een beetje aan met het thema hè, nu, recycleren, plastic pollution. En met de herbruikbare bekers, hè. Dat sluit perfect aan. Ja. Telly, hebben jullie nog veel werk aan de char? Wij zijn eigenlijk redelijk gespaard gebleven van problemen met de poppen. Er zijn bepaalde groepen die er wat blaasjes gehad hebben van de lem, die dat in de zomer een beetje opgewarmd is, waardoor dat die uitzet. Maar dat hebben wij gelukkig niet veel gehad. Dus een pop of 2, 3 dat we herwit hebben, dat we gaan herdoen. Is dat ook zo voor de vrouwen van de stiek of zaten die al verder? Die zaten eigenlijk al verder. Maar daar hebben we wel heel wat problemen gehad, omdat wij iedereen kent de Hallemetticus voor, ze zeggen dan originaliteit, maar ik noem iedere groep origineel, maar eerder zo wat lomper kostuum. Gemaakt uit papier-mâché en kiekendraad. En dat heeft hier natuurlijk 2 jaar in de vocht gestaan, dus dat is allemaal op de vuilbak beland. Dus de vrouwen zijn daar nu een alternatief. Die hebben een alternatief uitgewerkt. En ja, dat ziet er ook wel heel leuk uit. Ook met flesjes en herbruikbare materialen. Dus dat komt goed. Laat ons even kijken naar de toekomst. Je hebt ooit meegedaan voor de prinsenverkiezingen. Zou je het nog eens wagen? Ja, misschien ooit wel, maar voorlopig niet. Ik focus me eerst een beetje op de kinderen. Ja, de kinderen zijn nu 3, 3,5 en 6. Ze gaan waarschijnlijk hun eerste stoet meelopen dit jaar. Dus toekomst, ik kan het niet voorspellen. Telly, ik wens jou veel plezier met de afwerking en met de groep. En we gaan er een lab op geven. Hè? Gaan we zeker doen, Sonja. En jullie ook, van Groeten met TV. Dank je wel. Je wordt hier goed gesoigneerd. Wat gaan we doen? Recycleren, sorteren, alles geven! Ik heb een carnaval op ons bord, hè? Ja, hè?